Gravin Eloïse van Oranje doet het heel anders. Die studeert, gaat met haar tijd mee, is namelijk influencer. Met al een aantal mooie samenwerkingen op haar naam maakt zij vandaag bekend het nieuwe gezicht te zijn van make-upmerk L'Oréal Paris. I've never seen a diamond in the flesh. Met 322.000 volgers op Instagram mag Eloïse van Oranje zich een heuse influencer noemen. Niet alleen is ze op Instagram actief, ook op TikTok geeft ze een inkijkje in haar leven. Dit gaat nooit goed bij mij. Dit gaat echt nooit goed. Oké. Zoals een echte influencer betaamt, ontvangt ze voor bijna ieder merk een pakket om te promoten met haar volgers. Ik heb allemaal Vinted pakketjes en die ga ik nu openen. Eloïse doet het online zelfs zo goed dat ze in 2021 haar eigen boek krijgt. Ja, ik heb een boek. Oh my god. Wanneer Eloïse zich koppelt aan een professioneel managementbureau, krijgt ze verschillende samenwerkingen in haar schoot geworpen. Onder andere met het ijsjesmerk Magnum. En laat ze haar volgers weten dat ze zich vanaf vandaag ambassadrice mag noemen van het grote make-upmerk L'Oréal. Let me live that fantasy. Ja. Ja, gebeurt dat vaker? Dat zo mensen die van Oranje heten zich verbinden aan een merk? Nee, hofleverancier werd je vroeger op een andere manier. En dan moest je 100 jaar bestaan om te beginnen. Maar zij moet wel in haar eigen levensonderhoud voorzien natuurlijk. En dat doet ze dan op deze manier. Er zijn best risico's aan verbonden, zowel voor het merk als voor haar. Als dat merk in opspraak komt, dan heeft dat toch zijn weerslag op eigenlijk niet alleen haar, maar de hele familie. En omgekeerd, als zij bijvoorbeeld het gezicht van een Heineken zou worden, en nu heb je die rel over het investeren van Heineken in Rusland, dan slaat dat ook weer terug op de familie en op haar. Dus ze moet wel uitkijken met wie ze dat doen. Nou lijkt L'Oréal wel een keurig risicoproduct te zijn. En met een enorme reputatie gerenommeerd. Dus ik kan me niet voorstellen dat iemand hier zich een bijl aan gaat vallen. En dan is het wel opvallend dat ze kiezen voor de Gravinfluencer. Denk je dat dat toestemming voor moet zijn van de Rijksvoorlichtingsdienst? Van de zeker niet van de Rijksvoorlichtingsdienst. Vanuit de familie zou het even tegen het licht gehouden kunnen zijn. Maar ja, de koning weet ook dat Want even voor mij, want er is verschil tussen koninklijke familie en koningshuis. Huis, ja, koninklijk huis is alleen nog de koning, de koningin, de prinsessen en Laurentien en Constantijn, maar niet hun kinderen. Oké, en daar gelden andere regels voor dan voor de rest? Dat was bij de vorige generatie ook al. Die konden wat meer hun gang gaan. Prins Maurits bijvoorbeeld heeft reclame gemaakt voor elektrische auto's. Maar dat was een project vanuit de overheid. Dus dat was ook allemaal dichtgetimmerd. Maar eigenlijk was hij de eerste die het deed. En dit is een fraai experiment. Nou, we gaan er in de gaten houden of dat spul werkt. Maar gesteld dat de koning nee zegt, hè? Dan gaat het niet door. Dan gaat het toch niet door? Ja, dan gaat het niet door.